Alright. So, sinds we compleet zijn, kom zitten in een houding die voor jou intuïtief het beste voelt. Je beide zitbordjes en staartbeen bewegen in de richting van de mat. De wervelkolom is lang actief rechtop, ontspan je schouders, je ellebogen. De handen beginnen met de rug van de hand naar de knie of bijbenen. De duim en wijsvinger verbonden in chinmudra. Focus je blik op één punt of sluit de ogen. Begin ik met één om. Adem in. Ik wil met de handpalmen samen en buiging te maken. Namaste. Welkom, welkom. Let's flow. We beginnen heel rustig aan. Zelfs een klein beetje meer staan. Dus een klein hartslag, dat hoeft natuurlijk niet. Als je dan je voetzolen iets tegen elkaar aanplaatst en of je ze dicht bij je houdt of een klein beetje verder weg brengt, meestal als je ze iets verder weg brengt, voelt dat iets meer ontspannen. Je knieën vallen naar buiten en je heel rustig, ontspannen voorover probeert te komen. En als je voorover komt, ervaar een stretch aan de rugzijde. Als het te zwaar is voor het hoofd of in het nek, je kunt je handen die in de buurt zijn misschien gebruiken om het hoofd iets op te vangen. En als ook je handen niet voldoende zijn en je hebt yoga props in de buurt, bijvoorbeeld een blok of iets wat kan fungeren als ondersteuning, je ook het lichaam daarbij kunt opvangen. Zonder dat je alle props en bolsters erbij moet halen, het mag wat intens zijn, je mag die stretch ervaren aan de rug. Je kunt wat stretch ervaren aan de binnenkant van die bovenbenen, is een bonus. En voor een klein moment kijk of je redelijk tot oké ontspannen voorover kunt komen en observeer die stretch aan de rugzijde. Je ogen sluiten of je focus misschien op één punt. Een vooroverbuiging, yogis benoemen dat. Sinds vooroverbuigen we automatisch al wat makkelijker naar introspectie komen. Dus je een moment ook voor jezelf creëert om te observeren hoe het met je is op dit moment. Wat je voelt, wat je denkt, wat de energie is die je hebt meegebracht op de mat. Weerstand ervaren, dat misschien juist de motivatie en de voelt energie. En misschien helemaal niet, zul je dat moment gebruiken om gewoon te observeren, hé, hoe is het eigenlijk? Al begeleid door je adem, rustig in, rustig uit, normale adem, neutrale adem. Misschien zelfs voel dat ik bij elke uitademing nog iets meer relaxed en ontspannen voorover kunt hangen. De functie op dit moment is de stretch voor de diepere weefsels in ons lichaam. Beginnen aan de rugzijde en eventueel de benen. Bindweefsel, fascia. En ondanks dat vaak als we fascia benaderen, bindweefsel, we meer yin, restorative, yoga doen. Maar het kan net zo goed een beetje meer actief. Hè? Massage zou zelfs goed kunnen zijn. En ook meer bewegen in een soort spiralende beweging. Wat ik vandaag wil doen is wat mijn docenten noemt de 5 movements of joy. En ik vind het een ambitieuze naam vind, want niet alle houdingen zijn super joyful. Maar het voelt super energiek. Het hartslag gaat omhoog, je adem wordt misschien wat sneller. Het is een klein beetje meer vloeibaar, minder statisch, werkelijk yoga houding. Hè? Het is geen Vrishasana, Urdhva-dhanurasana, wat dan ook. Die voegen we daarbij aan toe. Maar elke ronde dat we door de flow komen, volgt er een andere beweging, een andere movement of joy. Ik wil gelijk al weten dat er 5 movements van joy zijn, dat er 5 rondes zullen zijn. Het is misschien minder intens fysiek als uitdaging voor de wervelkolom, maar het is meer fysiek uitdaging misschien om in beweging te blijven. Omdat we veel in beweging blijven, helemaal stil waarbij je opmerkt. Dat je denkt, dat je voelt, dat je ervaart, waar je aandacht naartoe wil, waar je de aandacht weg wil nemen. Zonder verwachting. En dat je observeert wat er komt. Of wat weg blijft. Adem. Dus dat je dat uit. Een kleine minuut. Ik was het dus zelfs een klein beetje ruimte en moeite om helemaal stil te blijven in de houding. En we zijn zo gewend zijn om iets in beweging te blijven. Hoe doet iets meer stil blijven? Wat doet dat voor je?
misschien maar die tijd verspreid totdat die strijd wat intenser lijkt te worden, of misschien zelfs langzaam wegzakt, als je gemakkelijk weer naar houden kunt hangen. Er komt een stretch extra bij. Op dit moment een rechter hamstring strijd wat best eruit. Is wat het doet. Adem hier voor jezelf nog een keer rustig in en uit. En misschien plaats je je handen een klein beetje meer op de vloer of op je voeten en licht jezelf een heel klein stukje omhoog. Zodat je een klein beetje spieractiviteit gebruikt. En dan wandel je handen over naar de linkerzijde, waarbij de stretch van de achterkant iets meer verplaatst naar de rechterkant. En dat zal nog niet zozeer de taille en de borst zijn, misschien wel, maar iets meer aan de zijkant, aan de rechterzijde van de werkgroep. Heb je de handen wat dichter bij je houden, misschien steun je zelfs op je linkerbeen, of dat je de armen wat fijner vindt om ver recht te wandelen, op je vingertoppen of vlakke handen. En op een klaar moment, een adem op 2, 3, verblijf, want je voelt wat er ontstaat, of je een diepere stretch wil gebruiken, of dat je het een beetje voorzichtig aan wil doen. Alright. Dan hou je linkerhand iets meer op de vloer en lik je rechter elleboog een klein stukje omhoog. En kijk wat je voelt als je rotatie maakt met de schouder. En dan kom je langzaam weer iets terug in de richting van de vloer. En dan doe je gewoon een paar keer. Je lik de rechter elleboog een klein beetje omhoog. Je voelt dat de bovenrug activeert. Met de borst optilt, die schouderblad naar elkaar toe brengt. En dan reik je met de rechterhand weer een klein beetje verder van je. Als je dat wilt doen op de ademhaling, adem in. Open de borst, een beetje twist. En op de uitzending rechterarm weer terug omlaag. En doe dat nog 2 keer. Adem in, leg de rechter elleboog op die rechterarm weer op. En op de uitzending die arm weer terug omlaag. Leg dan nog 1 keer die arm omhoog. Adem in. En op de uitzending blijf je hier een klein stukje. Misschien wil je de linkerhand iets meer verplaatsen. Neem je die klein stukje mee. En dan misschien de rechterarm een klein beetje verder overhoog te brengen. En opzoek de stretch aan de zijkant van het lichaam. En misschien begin je wat statisch als je rechterdeel van de vloer is gekomen. Kijk of je die weer terug kunt brengen naar de mat. Je linkerhand kan misschien zelfs iets duwen naar de vloer. En werkelijk dit keer voel je stretch tussen je onderste ribben en de heup. Je taille op tussen de ribben, langs de ribben op je schouder. En ook hier zie je de elleboog buigen. Misschien weer een klein beetje verder naar achter kunt rollen. En dan weer terug naar het midden komt of zelfs weer iets naar voren zonder helemaal naar de vloer te komen. En ook als je dat wilt doen op de adem, adem in, open weer iets naar voren. De linker schouder gaat iets naar voren, recht naar achter. En op de uitzending kom je een klein stukje neutraal of iets meer naar voren. Dat met je onderzoek die hele rechterzijde. Je voelt misschien zelfs als je meer naar achter gaat, wat meer je buikspier aan de voorzijde, de borst. En meer de rugzijde als je weer terug naar voren komt. Ook weer nog 2 keer adem in, open, rechterarm. En uit weer terug naar voren. En nog 1 keer open, adem in. En op de uitzending je rechterhand weer helemaal richting de vloer. En wandel weer terug over het midden. Chill, daarvoor 2 ademhalingen. Die de armen misschien wat terug wil halen of juist wat meer naar voren wil strekken. En dan langzaam kijken wat we kunnen doen voor de linkerzijde. Dus wandel je handen een klein stukje over naar de rechterkant. En dan voel dat de stretch alweer verplaatst. Hè? Misschien is links meer intens dan rechts of juist andersom. Zo je de beweging maakt die het lichaam aan wil nemen. En je rechterhand misschien wat meer op de vloer wil houden, wat meer voorwaarts of zijwaarts. En lid de linker elleboog omhoog. Adem in, rol de borst iets open. Very nice. En op de uitering van je linkerhand weer terug in de richting van de vloer. Dus je rolt door het schuin terug naar voren. Adem in, rol de linker elleboog omhoog naar achter. Misschien gaat de blik iets mee, hè? Een twist in de nek. En op de uitering reik je weer iets meer terug naar voren. Nog 3 keer adem in, rol en open. En als dat lukt op de uitering, ga je weer terug omlaag. Nog 2, open. En scroll down. En nog 1 keer open. Verplaats misschien je rechterhand een klein stukje en kijk of je de stretch aan de zijkant van het lichaam kunt vinden. Wat nog niet eens een diepe buiging hoeft te zijn. Hè? Je kunt je linker zitbeen wat terug naar de vloer duwen. En misschien met je rechterhand een klein beetje duwen en dat creëert al de stretch. Adem, relax je nek. Als je het veel in de schouders nek hangt, heb je je arm wat verder omhoog kunt bewegen. En dan ook hier een paar keer de zijkant onderzoek. Zo adem in, buig je linker elleboog iets meer naar achter. Millimeters kan voldoende zijn. En op de uitzending rol je het dan terug naar neutraal of weer iets naar voren. Adem in, rol en open. Nice. En uit weer terug naar voren. Open, adem in. En uit weer terug naar voren.
En dan klik je adem in open. En op de uitbreiding je de linkerhand weer terug in de richting van de vloer. Wandel je handen langzaam weer terug over het midden. Vind weer twee ademhalingen. Chill weer iets meer neutraal. Symmetrisch. Zover als het symmetrisch voelt. En dan langzaam wandel je handen dichter in de richting van het lichaam. En strek langzaam je beide benen lang uit. Als je daar de tenen en hielen aan sluit. De ronding op de werfgrond was al een feit in de vorige oefening. En die ronding misschien wat willen houden. Zo relax jezelf weer heel licht iets voorop. Het hoeft geen buiging te zijn. Je past je motten aan. Nou, relax je voeten. Vallen misschien de tenen iets naar voren of zelfs iets naar buiten. Dan gebruik je buikspieren en langzaam rol de wervelkolom iets omhoog. Dat je de buikspieren aanspant. Je schouderbladen iets naar elkaar toe brengt. En langzaam de kruin opbrengt richting het plafond. Alsof je rechtop wil komen zitten. Dan hou die spanning op je buikspieren. En langzaam rol een heel klein stukje naar achter. Dat je onderste ribben komen weer dichter in de richting van de heup. Je buikspieren doen het werk. Je wielen blijven aan de vloer. En dan langzaam lift jezelf weer terug omhoog. Je leeft weer terug op. Borst komt naar voren. Schouders blijven naar achter. Dus de rechtop. En dan langzaam meer ontspannen. Dan helpt de zwaartekracht je om weer iets voorover te komen. Naar jouw vooroverbuiging met de lange benen. Doe het drie nog twee keer. Zo adem in. Rol jezelf borst. Gebruik je buikspieren. Lift de borst. Lift het hoofd. En op de uitrol een klein stukje naar achter. Hier de weg op de vloer. Ook hier millimeters zijn misschien voldoende. Je rond weer de wervelkolom als je naar achter gaat. En weer terug omhoog. Adem in. Lift de borst op. Je stapelt alle wervels bovenop elkaar. En op de uitrol je weer iets voorover. En dat iets makkelijker is omdat de zwaartekracht je helpt. Dan doen we nog een keer zo. Je handen wandelen vanzelf iets mee. Hè? Zo adem in. Lift en rol op. Activeer je buikspieren en uit en je rol een klein stukje naar achter. Rond de onderrug, inga misschien iets naar de borst. Alright, en lift weer terug omhoog, adem in, lift de borst. En op de uitdaging, relax weer terug voorover. Kijk of we verder naar achter kunnen bewegen. Zo adem in, lift de borst weer omhoog. Breng je kruin op naar het plafond, schouders blijven laag. En zonder je handen te gebruiken op de uitdaging, rol jezelf helemaal op de rugzijde. Land de bovenrug, je hoofd. En als je wil, neem je zelf de armen mee langs je hoofd omhoog. Die helemaal lang uit op de mat en eindigt. Diezelfde beweging weer omhoog. Gebruik misschien eens je armen. Rijd met je armen iets omhoog op naar voren. Met je kin naar de borst. Rol de bovenrug op. Als het lukt, hou je hier op de vloer. Lift op tot zit. Als het lukt, rechtop. En dan relax weer voorover. Borst in de richting van je bovenbenen. Relax je nek. Ook dat doen we drie keer. Adem in, lift op tot een zittende houding. Of wil je dan duisteren? En op de uitzending maak je weer klein en rond. En rol langzaam de hele wervelkolom naar de vloer. Als je wil, neem je de armen mee overhoofd. En relax. Nog een keer zo. Begin met de armen. Geef ze een klein beetje richting. Een keer naar de borst. Hoofd gaat op. Borst gaat op. Als dat lukt, zonder je hielen op te tillen. Als je hier een klein stukje van de vloer komt, geen probleem. Stip, rechtop. En dan relax voorover. En dan relax voorover. En dan doen we nog één keer zo. Adem in, roll up, lift tot zit. En op de uitwingen langzaam. Rol de wervelkolom aan de vloer. Alle wervels één keer in bovenrug, hoofd. En als je wil, armen overhoofd. En nog één keer omhoog. Lift de armen. Lift het hoofd, bovenrug. En op tot zit. Nice. En dan vanuit zit, rol jezelf iets voorover. Dan gebruik misschien niet je handen, lift de rug weer terug omhoog. Plaats je beide voeten op de vloer en plaats je voeten iets de breedte van je mat, de breedte van de schouders. Handen zijn iets achter je op de vloer en laat dan zonder te veel na te denken de knieën vallen naar de linkerkant en voel de heup. Terug over het midden en over naar de rechterzijde. Ook dat, als je dat wilt doen op de adem, adem in over het midden en uit ook naar links. We blijven al langzaam iets meer in beweging. Neem in de rustpositie, de heup, de rug, iets opzoeken, in over het midden. En uit naar links. En nog een keer zo op midden. En rechts. En dan de knieën nog één keer mee over het midden. En lang de benen naar de rechterzijde. De borst misschien iets meer op. Je zit iets meer op je linkerbil. Roteer dan de schouders een klein stukje mee met je linkerhand de vloer. Zwaai dan de rechterarm voorlangs en als we in een soort spiraalbeweging wil komen, lift je je weer op van de vloer en voel je de stress aan de voorzijde van de rechterheup, langs de taille, borst en misschien zelfs je arm, schouder. Blik eens omlaag of zij op omhoog. Blijf in adem. 2. 1. En langzaam dan je linkerbeen weer terug naar de vloer.
Zwaai eerst de rechterarm weer terug langs je rechterhand achter je. Neem je knieën weer terug over het midden, nog één keer van zijde. Land de knieën over naar rechts. Draai de schouders iets mee. Rechterhand landt achter de vloer. Zwaai je linkerarm langs boven omhoog. En als je wilt, til je rechterbeen iets op. En stretch de voorzijde van de linkerheup. Je niet zozeer die stretch voelt, meer je rechterbeelspieren kunt activeren. Ook goed. Adem. 3, 2, 1 en heel langzaam land je rechterbeen weer terug naar de vloer. Draai je schouders weer terug over het midden. Met je handen de mat. Lift de knieën terug over het midden. Kruis de enkels. Laat je handen voor je op de vloer. En beweeg jezelf naar een staande vooroverbuiging. In die staande vooroverbuiging van moment vind je dat je kunt chillen of iets kunt bewegen. Handen reiken voor de vloer, misschien de ellebogen vasthouden of steunt op de benen. Als je heel licht die knieën iets wil buigen, misschien in beweging of in stilstand. Als je linkerknie iets meer buigt, dan voel je misschien je rechter hamstrings en andersom. De hele achterzijde kunt observeren. Of licht voelt een soort tractie aan de wervelkolom, een soort decompressie van de wervelkolom. Heilig been, bekken, SI gewricht. Dat hoeft niet statisch te zijn. Met statisch heel veel voor je doet. Hè. Soms is stil fijner. En soms is beweging fijner. Zo persoonlijk. Alright. Blijf niet door de heup en onder rug. Wandel je voet een klein beetje breder. Zodat je een vrij gemakkelijke squat kunt maken. Of je billen gaan omlaag. En de borst gaat iets omhoog. Je vingertoppen reiken iets naar de vloer. Buig misschien al iets in je knieën. Dan breng je staart in de richting van de mat. En als dat lukt, lift je het hoofd een klein stukje omhoog. Zodat de borst schouders blijven laag. En dan langzaam strek je benen weer lang uit. Wielen draaien misschien iets mee. Het hoofd gaat weer terug omlaag. Doe maar een paar keer van je staande vooroverbuiging. Squat, groot of klein. Als je wielen van de vloer mogen komen, als dat beter werkt. Altijd welkom. En langzaam weer strek de benen. Wat meer van dijbenen en heel best. Of buig je knieën. Squat, groot of klein. Misschien kom je maar halverwege. En dan langzaam strek je benen. En dan nog twee keer. Squat. En step. En nog een keer. Squat. En step. Als je voeten wat wijder zijn, zoals die van mij buiten de mat zijn, wandel ze een klein beetje dichter naar elkaar toe. Stap dan je rechtervoet naar de achterzijde van de mat. Land de rechterknie en misschien reset je zelfs je linkervoet en je handen. En de weerszijde van je linkervoet kunt steunen of lief aan de binnenkant of zelfs iets steunt op je linkerknie of dijbeen. Begin met licht het zoeken naar een stretch aan de voorkant van de rechterheup. Wat misschien iets wat voorwaarts is. Misschien moet je iets meer naar rechts of naar links met het bovenlichaam. Misschien moet je de torso zelfs iets meer omhoog brengen. Zo'n stretch aan de voorzijde van de rechterheup. Te sensitief is voor de rechterknie. Hè? Er is wat meer gewicht op dat been dan het voorste been. Die je knie kunt ondersteunen altijd. Misschien zelfs zie ik kom altijd met iets meer een twist in dragon, omdat ik dan iets meer de heupbuigers voor in plaats van de onderrug. Onderrug is logisch, maar het is misschien niet waar je wil focussen. Zo'n klein beetje moet zoeken naar waar is die low dragon. Alright. Misschien wil je iets terugkomen over het midden als er een twist in zit. Adem heel licht niet zien, want daaruit stuur je linker zitbeen naar achter. Misschien lift je linker tenen voor een klein moment omhoog en ervaar je een hamstring stretch op links. Handen wandelen iets mee, je gewicht kunt dragen, je kunt steun op het been, dus neem je blokken mee als het voor wat ver weg is. De achterkant van je linker dijbeen. Dat je nek, borst komt iets voorover, hoeft helemaal niet in diepe buiging te zijn. Zolang je een hamstring stretch ervaart, ben je daar. Alright, en dan langzaam wandel weer terug naar voren, langs je linkervoet. Breng je linkerknie naar je rechterknie en wissel van zijde. Stap je rechtervoet naar voren. En begin weer leeg met die observatie van een stretch-ervaring aan de voorzijde, dit keer links. Nu weer misschien een klein beetje moet resetten, rechtervoet weer naar binnen of naar buiten. Borst iets meer omhoog of omlaag. En ook hier, net als in die staande vooroverbuiging, helemaal niet stil te zijn. Hè? Dat blijft niet zo heel lang. Weer soms licht moet zoeken, waar begint eigenlijk die stretch? En daar is de stretch en dan misschien daar een moment voor blijven. Niet in twisten of meer naar links naar rechts, dan je iets terug over midden. Lift de borst een klein stukje op aan de benen op de uiterste je rechter zit en je rechter wil iets naar achter. En stretch je rechter hand. Dragon in, twist, baby.
Dus dat weer terug naar voren, want je rechtervoet. Krul je achterste teen in de mat, lift de knie, kom je kort en die staan er voorover buiten. Reset je voeten, zodat je je beide benen kunt gebruiken. En dan rol jezelf omhoog. De armen voor zijn dan zo boven. Hele ademing in een reis op. En op de uiting alleen de armen komen weer terug omlaag. En misschien voel dat je de voeten iets wil resetten. Wat dichter bij elkaar, wat wijder uit elkaar. En dan strek je omhoog. Lift de armen mee als je wil. Ademing in een reis op. En met een rechte rug als dat lukt, uiteindelijk duik iets voor over vingers of vlakke handen. Lift de borst iets op. Als je handen naar je schenen of je breven moeten komen, lift. Dan buig je weer iets verder voorover, adem uit. Rechtervoet stap naar achter, adem in. Misschien landt je knie zelfs van kleine seconde. Beide voeten stappen samen. Dan op je knieën of tenen buig je ellebogen, breng jezelf halverwege of helemaal omlaag. Check je schouders als je iets omhoog komt, een klein stuk koper en misschien als je plekje afdakt wil maken, lift de knie en bij benen. En op de uiting strek je weer omhoog, hoog omlaag naar downward. De rechtervoet komt naar de voorzijde, help je voet, wandel je voet als dat nodig is. Stretch je voorzijde links en uit je weer staande voorover buiten. Armen gaan omhoog, borst ligt mee als dat lukt met een rechte rug. En uit je aan de armen weer terug omlaag, relax je schouder. Nog een keer zo. Sorry, adem in, omhoog. Adem uit, duik voorover, rechter rug, begeleid, de wervelklom omlaag. Halve lift, adem in. Adem uit, buig en stretch. Linkervoet, adem in. Rechtervoet, uit, knie of tenen, halverwege of helemaal omlaag. Adem in, cobra, backbend. En uit en weer terug naar downward facing dog. Dan weer adem, hartslag, linkervoet komt naar voren, adem in. Rechtervoet, adem uit. Omhoog, adem in. En uit je armen terug omlaag. Nice. Nog vier keer, adem in. Adem uit. Halve lift. Uttanasana. Misschien stap, wandel of je springt naar de achterzijde. Je knieën of tenen halverwege of helemaal omlaag. Klein of groot lift op, check schouders bij je oren. En down dog. Terug weer naar voren, adem in, stap, wandel of spring. Denk niet op de uitademing voorover de buiten. Of naar het plafond, adem in. En een kleine touchdown, maar beide voeten op de vloer, relax je schouders. Opnieuw, adem in. En adem uit. In op. En uitlaat. Richting plank. Van plank, knie of tenen, halverwege of helemaal, chaturanga. Jouw bek bij naar keuze, shalavasana werkt, lift de benen en de borst. En weer terug naar downward facing dog. Stap, wandel of spring, adem in. Uit, buik voorover. Omhoog, adem in. En uit, armen laag. Laatste twee zo, adem in, omhoog. En omlaag. Lift. Stretch. Jouw plank. Door je vinyasa. Backbend op. En dan zonder je hoeft na te denken, je handen volgt. En je kijkt hoe groot of hoe klein je de beweging wil maken. Voorwaarts. Omhoog. En armen laag. Laatste keer zo. Adem in. En adem uit. Op. En buig. Plank, laag, jouw back bend, down dog, stap, wandel of spring naar de voorzijde van de mat, uit omlaag, omhoog, adem in, en op de uitnieuw touch down naar de voorzijde van de mat. Misschien laat je de armen gewoon hangen langs het lichaam, misschien breng je de handpalmen iets samen voor de borst, sluit je de ogen of focus op één punt. Kijk of je zelfs ontspanning kunt vinden in die staande houding. Dan heb je balans op je beide benen als je de voeten iets bij moet draaien. Tenen wat meer naar binnen of naar buiten, altijd welkom. Kijk of je vanuit een staande positie om het in de volgende kunnen bewegen. Adem. In en uit. Het eerste deel van de flow is steeds, dat blijft steeds hetzelfde. Je moet het weer zo groot of zo klein maken als voor je goed voelt. Steeds het laatste deel van de flow is weer net iets anders.
een rij zoals het het hart weer een beetje vertraging heeft kunnen vinden, weer iets spanning misschien los te laten, dat je zucht kunt gebruiken, ook de adem weer licht reset. Met je gezicht, met je hoofd, en hoe meer we nadenken, hoe ingewikkelder het misschien wordt. De ogen gesloten, het open is weer rustig de ogen. Breng je voeten in de positie, zelf omhoog kunnen bewegen met de armen als eerst, adem in, rijst op. De uitbuigende knieën, billen gaan naar achter, Utkatasana. Dan adem in, breng je handen richting de vloer, dan zie je op de uitzien leer, je billen, strek de benen. Stap dan naar een plank, of spring. Je vinyasa, halverwege of helemaal omlaag. Jouw buikpijn naar keuze, groot of klein. Downward facing dog. Vanuit downward facing dog ligt het rechterbeen omhoog. Adem in. Op de uiting buigen de knie en stap de rechtervoet naar de voorzijde van de mat. Ja, misschien de borst een klein stukje omhoog wil tillen. Adem in. Vanuit de uiterste je rechter zit in naar achter en vind je die stretch voor je rechter hamstring. Zonder dat de linker knie op de vloer is. Doe dat nog een keer. Adem in, rol de borst iets naar voren, heup iets omlaag. En op de uitwinning stuur je rechter zit en weer terug naar achter. Nog een keer zo. Adem in, rol iets naar voren en op. En uit een stretch weer iets naar achter. En de laatste keer. Adem in, rol voorwaarts en op. En uit een stuur je rechter zit en iets naar achter. Hou dan je linkerhand op de vloer. Misschien wil je zelfs het linker hiel op de vloer brengen. Of je houdt de linker hiel in licht. Als de vloer te ambitieus is, misschien op het been of een blok kunt gebruiken. En ligt dan de rechterarm op naar het plafond. Voor je Parivrita Trikonasana. Dus het teveel is met de schouders. Hè. Deze houding komt steeds vaker voorbij. Is dat iets sneller dan nu. Je kunt ook in plaats van de arm omhoog brengen. De arm weer naar de rug bewegen. Doet je schouder nog steeds hetzelfde. Maar minder misschien in tennis. Blik is omhoog, opzij of omlaag. Adem in. En adem uit. Misschien buig je heel licht je voorste knie en land je linkerknie op de mat. Zwaai dan je rechtervoet naar achter en omhoog. En op een klein moment misschien je linkervoet zelfs iets meedraait en buiten de mat komt. Dus prima. Je rechterbeelspieren zijn actief. Schuine buikspieren zijn actief links en rechts. En misschien maak je iets meer buikpijn van als je rechterarm weer naar achter gaat. Of je blijft gewoon omhoog met de rechterhand. 3, 2, 1. Dan zwaai je rechtervoet weer terug naar de voorzijde van de mat. Blijf staan. Met je rechterhand aan de binnenkant van je rechtervoet lik je linkerknie en wandel naar de lange zijde van de mat. Reset je voeten voor een klein moment als dat nodig is. Zelfs je stap te ambitieus en groot is, je voeten een klein beetje meer naar elkaar toe. Je tenen iets meer naar voren of zelfs iets naar binnen. Plaats je beide handen richting de heupen of taille. Recht de rug en lift de werkvoer in de rechterlijn omhoog. Op naar plafond. There we go. Alright. Dan draai je de tenen misschien een klein beetje uit. Je rechter tenen misschien iets naar buiten. En de linker hier misschien iets naar buiten. En die beweging zal meteen zometeen weer veranderen. Reaching for the golden apple is de eerste movement of joy. Dus wat je wilt doen, is je wil een kleine squat maken voor je begint. Dan duw je van eerst uit het linkerbeen, roteer de borst mee. En als laatste trek je de linkerhand omhoog voor de gouden appel. Dan kom je weer terug in het midden, strek je weer beide benen, misschien die squat kunt vinden. Dan strek je rechterbeen, duw vanuit je rechtervoet, been strek, heup draait mee, schouders draai je in. En dan reik je met de rechterarm schuin omhoog. Dus je voelt een soort straight, draaibeweging van je rechtervoet op je rechterhand. En weer terug over het midden. Squat in het midden. Duw vanuit je linkerbeen en rijd met de linkerhand omhoog. Squat weer terug in het midden. Duw vanuit je rechterbeen en rijd met de rechterhand. Adem in, squat. En uit, rijd met links. Schuin omhoog. Squat in het midden. Duw met je rechterbeen, hand gaat als laatst. Benen zijn mobiel, hè? Hielen draai je in. Rijd met links. Midden. En rechts. Een stukje sneller. Squat. Duw. Squat. Rijk. Nog een keer. Links. Squat. Rechts. Laatste. Squat. Links. Squat. Rechts. Kom weer terug over midden. Buig je beide knieën. Cirkel je armen. Buitenlands omhoog tot overhoofd. Strek je benen. Adem in. En op de uitering breng je de handpalmen samen in de richting van het hart. Relax je schouders. Je gezicht. Adem daar 2 keer rustig in en uit. Voel je hart, je longen.
je benen, je rug, je schouders. Dan buig je je knieën en rol dus vooral van je ellebogenpot. Ook hier, reset je voet iets als nodig. Vingertoppen, vlakke handen. Sommige mensen steunen op de ellebogen. Relax je nek. Doe staande voorover buigen. Geef de rug wat ruimte. Lichte stretch rond de benen. Als het te veel is, pas je houding aan. Alright. Laat je vingertop op je hand op de vloer. Wandel weer terug naar je rechtervoet. Je bent iets in lunge komt. Stap je rechtervoet naast je linkervoet. Naar plank. Doe je vinyasa zoals je wil. Halverwege op knieën of tenen. Of helemaal. Jouw buikpijn naar keuze. Lift op schouders laag. En uiteindelijk strek weer terug naar je downward facing dog. Doe hetzelfde op links. Licht het linkerbeen omhoog. Adem in. Op de uiting stap je linkervoet naar de voorzijde van de mat. Touchdown. Lift dan de borst iets omhoog. Misschien gaat de heup iets omlaag. En je linkerknie naar voren. Adem in. En op de uiting strek je linkerbeen op zoek naar je hamstring stretch. Doe een paar keer. Adem in. Rol iets naar voren. De vloer te ver weg. Je steun op twee blokken. En uiteindelijk stuur je linkerbeen achter. Lunge. Parshottanasana, piramide, hamstring stretch. Nog een keer zo, adem in voor. En uit naar achter. Houd dan de rechterhand meer bij de vloer, meer bij je voet, of op wat ondersteuning. En lift de linkerarm omhoog voor je voet. Die hamstring stretch absoluut intensiveert. Als het te veel is, hè, als je ervaart ergens in de verte dat die knie roept, buig die knie, buig dan ook die knie. Ja. Niet zijn eigen wijsheid. Soms is de stretch iets te intens. Alright, buig een klein stukje voorste knie. Land je rechterknie richting de vloer en zwaai je linkerbeen naar achteren en omhoog. Linkerbeen naar achteren en omhoog. Linkerbeelspieren actief. Opnieuw, of je er iets meer buikpijn van wil maken als je een uitdaging zoekt. Je blijft gewoon in het midden, meer voor je balans. 3, 2, 1. Slaai je linkervoet weer terug naar voren. Plaats je linkerhand richting de mat. Kun je rechterteen in de vloer, lift die knie en wandel in de lange zijde van de mat. Lange zijde van de mat. Chill daar voor een klein moment. Relax. Buig je knieën, strek je benen. Met nek en hoofd. Deze ronde doen we exact hetzelfde. Zo'n meer symmetrische beweging. Plaats je handen weer richting de heup op taaien. Lift de borst. Strek de wervelkom omhoog. En land weer terug in de staande houding. Reset weer iets je voeten. Vind weer een kleine squat. Buig misschien je ellebogen. En begin je dit keer naar de rechterkant. Vanuit je rechterbeen duw, draai de heup, schouders en dan rijk je rechterarm. De hand gaat op plaats. Terug over het midden, squat. Duw met links, rijk met links. Squat over het midden. Duw met rechts, rijk naar links. Squat, rijk naar links. Reach for the golden apple. Die hangen het hoogst, die zijn niet makkelijk te vinden. Rood en groen zijn binnen handbereik. Squat en bruin liggen op de grond. Die willen we niet, hè? Zo hoog. Op en terug. Squat. Rijk. 3, 2. En laatste. Rijk. En midden. Cirkel de arm omhoog. Adem in. Rijs op. Uitem in je handpalmen samen in de richting van de borst. Adem één keer rustig in. En op de uitdaging duik weer terug voorover. En chill in elephant. Wil je Prasarika Parottanasana. Als je de knieën moet buigen, buig de knieën. Als je wijder wil komen staan op smaller, er is ruimte. Adem. Zo, dit is je rustpunt tussendoor. Alright. Lift de borst een klein stukje op. Wandel weer terug naar je linkervoet. Terug naar de voorzijde van de mat. Als je een vinyasa mee wil pakken, stap in naar plank. Knie of tenen halverwege op helemaal omlaag. Klein of groot lift op jouw buikpijn. Downward facing dog. De afwisselen. Kom één keer naar de voorzijde van de mat. Adem in, stap, wandel of spring. Adem uit, buik voorover. Op naar het plafond, adem in. En uit hem alleen de armen gaan weer terug omlaag. Ronde 2, adem in, rise up. Adem uit, squat, Utkatasana. Borst naar boven, benen, adem in, uit en dan leef je weer. Weer richting plank. De twee vinyasa's achter elkaar. Je kunt altijd één of zelfs twee skippen als het te veel wordt. Hè? Zeker voor schouders, misschien de rug. En opnieuw weer in downward facing dog. Licht weer het rechte been omhoog. Adem in if you will.
Uiteling, buig je knieën, stap de rechtervoet naar de voorzijde van de mat. Misschien lift je vanuit iets naar voren, staat hem in. En op de uiterste je rechter zit je weer terug naar achter. Geef je benen wat stretch, wat ruimte. Adem in, rol de borst iets naar voren, lift het hoofd. Very nice. En uitming, drag and go into its cave. En je voelt dat het zonnig is, hè? Lente is daar, misschien nog net iets te koud. En weer terug into the cave. Linkerhand blijft op de vloer, rechterhand ligt omhoog. Twist. Arm vindt weer de positie die werkt, omhoog is oké, met de rug misschien beter. Alright, land je linkerknie richting de vloer en zwaai weer je rechterbeen naar achter of omhoog. Misschien wil je zelf iets meer doen, dan buig je de knie en kun je rijken richting je rechtervoet. Zet je een klein beetje meer spanning op die boog. 3, 2, 1. En kom de rechtervoet weer terug naar de voorzijde van de mat. Land. Land ook je rechterhand. Lift je achterste knie. Behandel weer naar de achterzijde van de mat. Chill van adem. Handen richting heup of taille met een rechte rug. Lift weer terug op over het midden. En touchdown. Opnieuw weer. Diezelfde squat. Veranderende beweging, veranderende movement. Doe het eerst een paar keer. Op de rechterzijde, op naar de rechterzijde toe met de linkerkant. Dus je begint weer hetzelfde. Maak vuisten van de handen, elleboog gaan iets erachter. Squat. Dan in plaats van dat je rijdt omhoog, maak je een vuist van de linkerhand. Duw weer vanuit het linkerbeen. Roteer heup, schouders en punch opzij. Weer terug naar het midden. Linker elleboog komt weer in. Borst is open. Duw vanuit het rechterbeen en punch. Rechterarm. Terug over het midden draai, squat. Duw vanuit het linkerbeen, punch. Sorry, ik zou dat naar één kant doen. Terug over het midden, blijf bij de linkerarm. Punch, zelfde zijde. Linkerarm, punch. Terug over het midden, linkerarm komt terug. Linkerbeen strekt, punch. Blijf op dezelfde zijde. In en punch. Naar rechts. In, naar de voorzijde van de mat. Hè. Duw vanuit het linkerbeen en punch. Misschien kan dat sneller. Dus squat, adem in, uitwing, duw. Adem in. Misschien een boze buurman. Nou, altijd goed om iets te visualiseren, dat helpt. Want je agressie, nooit iemand kwaad gedaan. Totdat je echte actie vindt. Hè? Nog 3. Nog 2. Laatste. Kom nog 1 keer naar die squat. Punch naar voren. En als je wil, kick je linkervoet naar voren. Zo van een punch, ook een kick. Palm. En stap dan weer terug naar achter. Draai je borst weer bij. Lift weer de armen. Cirkels omhoog, adem in. Uit met je handpalmen samen, duimen richting het hart, klein moment observeert. En dan buigen we je knieën, rollen we iets voorover, je ellebogen, pose en adem. We rollen 1 klap uitgedeeld op rechts, hè? Je weet nooit wie er van rechts komt. En hopelijk de volgende binnenkant. Alright. Ik doe naar de andere zijde, maar links de borst iets omhoog. Wandel weer terug naar je rechtervoet. Die je vinyasa mee wil nemen, stap weer naar een plank. Knieën of tenen, halverwege of helemaal omlaag. Leef de borst, schouders laag. En uit weer terug naar downward facing dog. Linkerbeen, adem in, lift omhoog, three-legged dog. Uit in buig je knie, stap je linkervoet naar voren. Leef de borst, adem in. En uit je linker zit weer iets naar achter. Voel het meer als mobiliteit, dus niet de maximum uitdaging op te zoeken. En stretch je linker hamstrings. En nog 1 keer rol eens naar voren, adem in. En uit je linker hamstrings. Land je rechterhand, lig de linkerarm omhoog. Twist. Let. Land je rechterknie naar de vloer en zwaai je linkerbeen naar achteren omhoog. Als je de bind op de clasp wil maken, rij met je linkerhand voor je linkervoet. Gewoon omhoog wil houden met kracht. Of meer bij bent. Het is een keuze. Eén is niet beter dan de ander. Allerlei. 3, 2, 1. Laat de voet weer los. Zal je linkervoet weer terug naar voren. Breng op je linkerhand aan de binnenkant van de voet. Lift je achterste knie. Wandel weer naar de lange zijde van de mat. Breng je handen richting heup of taille. Lift de borst in de rechterlijf omhoog. En dan zet op je linkertenen gaan iets uit. Rechterhiel gaat misschien iets naar buiten, als dat helpt. Maak weer vuisten van de handen. Dit keer doe je rechterarm het werk in je rechterbeen. Squat in het midden. Duw met je rechterbeen. Heup, schouders, vuist. En weer terug naar het midden. Adem in. Rechter schouder gaat naar voren. Pam. Midden. En pam. De tweede movement is op joy.
Zo meer spiraal, vanuit rechts, recht naar buiten. Adem in, uit. In, punch. Squat, strek. Squat, strek. Nog 4. Nog 3. Nog 2. Laatste. Punch en een kick. Squat, draai naar voren, kick je rechtervoet. Pam, naar voren. Als het wankel is, stap weer breed. Lift de armen, cirkel ze op. Handpalmen samen, duimen richting het hart, adem uit. En rol jezelf weer voorover. Je elephant pose, relax je nek, relax je schouders. Je liever rechtop wil blijven staan. De handen voor de borst of de armen langs het lichaam. Mag ook, hè? Dan kom je vanzelf omlaag. En dan wil je terug kunnen komen door de houding die we willen doen. Relax je hart. Of we een strijd aan moeten gaan, of we moeten doorvechten, of dat we een klein beetje aanpassing moeten geven. Die informatie komt vanuit je hart. Is het werkelijk nodig om een maximum te geven? Soms wel. Alright. Ronde 3. En licht de borst weer een klein stukje omhoog. Wandel weer terug naar de voorzijde van de mat. Vinyasa mee wil nemen, 1 extra plank. Halverwege of helemaal chaturanga. Jouw buikpijn ligt op. Down dog. Dan kom je naar de voorzijde van de mat. Stap, wandel of spring. Buik en stretch. Op naar het plafond, adem in. En relax je armen gewoon kleiner mee. Utkatasana erbij. Adem in, rijk omhoog. Uiting squat. Buik voorover, adem in, uiting, strek de benen. Stap, wandel of spring naar een plank. Misschien wacht je in down dog of je neemt een tweede vinyasa mee. Back bend. Down dog. Rechterbeen, adem in, licht omhoog. Buig je knieën, stap je rechtervoet naar de voorzijde. Stress, de voorzijde, borst, hart, misschien de keel. En uiteindelijk je rechter zit er weer achter, hamstrings. 3 keer, adem in, rol naar voren, licht op. En uiteindelijk weer achter. En nog 1 keer, rol voorwaarts, adem in. En uit die stretch. Linkerhand blijft hier. Rechterarm gaat omhoog. Roteer je schouders, borst. Arm land waar die landt. Enjoy je hamstring stretch. Geen agressie, geen pijn. Alright. Land je linkerknie en zwaar weer je rechtervoet naar achteren en omhoog. Je wil vasthouden voor het moment als het lukt. In elke ronde zit een beetje stabieler, zit wat krachtiger. 3, 2, 1. Zwaai je rechtervoet weer terug naar voren. De rechterhand. Lift de knie en wandel weer aan de lange zijde van de mat. Buig weer een klein stukje je knieën. Handen richting heuvel taille. Lift de borst omhoog. En terug. Yes, ik zag het allemaal tegelijk. Alright. Volgende beweging. Dit keer draai je rechter tenen zo ver mogelijk uit naar buiten. Als het lukt op je linker kiel. Buig dan je rechterknie. Op het moment dat je rechter onderarm ligt in je rechterlijf in. En je linkerarm langs je hoofd omhoog. Je paars wil kunnen aanstaan. Alright. En die spiralen dus. Hoor je voorste knie blijft gebogen. Rechterarm komt omhoog. Linkerarm gaat omlaag. En misschien gaan ze zelfs voorbij het midden. Je linkerarm gaat langs de been richting je rechterknie op tijd been. En de rechterarm gaat iets overhoog. En dat doen we een paar keer. Dus je rechterarm gaat omlaag. En misschien niet eens op het been, maar naar de vloer. En weer terug omhoog. Rechterarm op. Linkerarm naar achter. Adem in, Power Shakunasana. En uitwing, Reverse Warrior. Voorste been blijft gebogen, zo de wervel moet al het werk. Armen helpen een beetje mee. Adem in, lift op. En uitwing, spiraal weer terug naar voren. Stretch de linkerzijde. Stretch de rechterzijde, adem in. En stretch de linkerzijde, adem uit. Nog 2. En spiraal terug naar voren. En 1. Op. En weer terug naar voren. Lift je beide armen op naar het plafond. Adem in. En op de uitzicht breng je handpalmen weer terug in de richting van de borst. Daarmee richting het hart. Reset je benen. Als je hier wil blijven, blijf je hier. Anders duiken. Voorover je elephant. Adem en relax. Op je rug. Opnieuw je hart. Je actief voor de wervelkolom. Goed voor je schuine buikspieren. Je vierzijdige rugspier. Alright.
wissel weer van zijde, maar langzaam ligt de borst een klein stukje omhoog. Als je nog omhoog en buigt voorover, wandel weer terug naar je rechtervoet. Als je vinyasa mee wil nemen, plank. Chaturanga, knieën op tenen. Waar ben op. Down dog. Linkerzijde ademen, leer op. Uiting, linkervoet naar de voorzijde van de mat. Borst gaat iets omhoog, ademen, 3 keer. Uiting, linker hamstring stretch. Adem in, voorwaarts en op. En uitdeel naar achter. En nog een keer naar voor. En weer terug naar achter. Hou je rechterhand hier. Met de linkerarm omhoog of naar achter. Maar dan land je rechterknie. En zwaai je linkerbeen naar achter en omhoog. Bind als het een optie is. Drie, twee, één. En langzaam stap je linkervoet weer naar de voorzijde. Handen aan de binnenzijde. Wandel weer naar de lange zijde van de mat. Reset je voeten. Handen richting heup of thigh. Leef de borst weer omhoog. Je third movement of joy. Stel de linkertenen gaan uit. Rechter je gaat iets naar buiten. Buig je linkerknie. Linkerarm misschien richting been. Misschien al daar voorbij hè, als je lager wil komen. En rechterarm gaat overhoofd. De stretch is duidelijker aan de rechterzijde. En wissel ook van kant. Benen blijven hetzelfde. De wervelkolom en de armen doen het werk. Linkerarm op, de rechterarm omlaag. En als je voorbij dat midden wil komen, je meer spiralend voelt, altijd welkom. Wissel van zijde. Rijd naar voren, rechterarm over. Inademing, linkerarm op. Uiting, rechterarm over. Adem in op. En uit over. En je voorste arm hoeft niet eens te landen. Hè? Misschien zwaai je ze gewoon mee. Met molen, die windmolens. Maar die zijn niet zo gracieus. Adem in, lift links. En uit rechts over. Nog twee. En over. En laatste, lift links. En rechts over. Breng weer de armen wijd. Adem in, wijd de armen op. En uitbreng de handen weer richting het hart. En weer hier blijf. Of langzaam weer voorover wil komen en chill. Als je daar je voeten weer moet resetten, niemand verplicht je te blijven waar je bent. Meer buigen in je knie, meer je nek en schouders. Wetenschappelijk is bewezen, als het hoofd lager is dan het hart, dat we kalmeren. Ook al voelt dat soms niet zo, hè. Soms voelt het heel verwarrend als we op de kop zijn. Het hart hoeft veel minder hard te werken om zuurstof naar onze hersenen te pompen, of bloed. Dat is de reden. Maar soms voelt dat niet zo en als het niet zo voelt en je hoofd kan niet aansluiten bij dat gevoel of kan het niet onderscheiden, dan vind je een houding die beter voor je werkt. Alright. Twee movements to go. De wervelkolom weer iets omhoog. Als je rusthoudingen tussendoor nodig hebt, altijd welkom. Hè? In de traditionele child pose, dangle squat. Wandel weer naar de voorzijde. Stap weer naar een plank als je wil. Een extra vinyasa. Back bend op. Down dog. Eén keer naar de voorzijde van de mat. Stap wandel of spring. Adem uit daar. Omhoog. En push down. Armen op. Binnen naar achter. Borst voorover. Strek de been. Weer plank. De naaste. Back bend op. Down dog. Rechterbeen gaat omhoog, adem in lift. Buig je knie, stap je rechtervoet naar de voorzijde van de mat. Inademing, lift de borst. Uitzicht, strek je rechter hamstrings. Mindful stretching, zeker als er wat gevoelens zijn. Doe een klein beetje tracties voor doen. Voor en achter en nog één keer. Adem in voor. En uit de achter. Linkerhand blijft hier, rechterarm ligt omhoog. Als je de knie aan de vloer nodig hebt, land je linkerknie. Misschien rol je de linkerhiel naar de vloer en stap je naar je Vashistasana met je beide voeten voor, op of over elkaar. Doe je zijplankvariatie, of dat op de knie is, of op je benen. Voeten. 3, 2, 1. En in alle gevallen, rechtervoet komt naar de voorzijde. Rechterhand gaat naar de vloer, wandel naar de lange zijde van de mat. Reset je voeten, handen richting heup of taille. Leef de rug en de rechterlijn op. Gebruik je rugspieren.
Nice, ja, helemaal gelijk. En relax weer down. Breng je voeten een klein stukje dichter naar elkaar toe, zo. Niet je allerwijdste stap. Alright? Dan breng je weer de vuisten samen, of je knijpt in de handen, buig je ellebogen, squat iets in het midden. Verplaats je gewicht naar je linkerzijde en heb de rechter, buig de rechter knie. En breng je rechter hiel naar je rechter wil. Dan kom je terug naar het midden, land je beide voeten squat. Gewicht naar rechts, buig je linkerknie naar achter. Squat in het midden. En misschien strek je de armen, rechter hiel, rechter wil. Squat in het midden, strek je armen, linker hiel op. Squat in het midden, rechts op. Yes, buig, dit links. Squat, rechts, squat. Knie blijft opzij of omlaag of naar achter. Rechts op, nog drie. Nog twee, rechts, één, links. Nog één keer. Lift je rechter hiel omhoog en rijd met je rechterhand voor je rechtervoet. Als het een optie is, dan met je wankel is, geen probleem. Dat is bij mij niet perfect. Linkerhand gaat iets naar voren. Misschien kun je een klein beetje je backbend opzoeken door je rechtervoet weg te spannen of weg te duwen in je rechterhand. Je Natarajasana. Klein moment maar. Adem. Toch nog iets meer een traditionele yoga houding hier. Adem. En wat is traditionele? Alright, langzaam kom weer terug. Land weer je rechtervoet. Lift je arm in een cirkel, buitenlangs omhoog, adem in. En uitbreng je duimen weer richting het hart. Blijf er voor een moment hier als dat beter voelt. Wandel je voeten wat breder. Buig de kroon van je elephant voor een moment als je daar meer kunt ontspannen. De fourth movement of joy. Hè? De linkerzijde, wandelen naar de voorzijde van de mat. Met of zonder vinyasa. Plank. Chaturanga. Jouw backbend. Down dog. Linkerbeen gaat omhoog. Adem in. Linkervoetstap. Adem uit. Borst die top. Adem in. Linker zitbeen naar achter. Adem uit. Nog een keer voorop. En links naar achter. En laatste voor. En achter. Rechterhand blijft achter. Linkerarm ligt omhoog. Twist. En weer besluit dat je rechterknie naar de vloer gaat. Of dat je de rechter hiel naar de vloer landt. En je linkerbeen naar achterop omhoog. Of je linkervoet op je rechtervoet. Dus je staat naar variatie. Niets mis mee hè, om de rechterknie aan de vloer te houden. Net zo krachtig kan voelen. En in welke positie ook is, breng je linkervoet weer terug naar de voorzijde. Touchdown. Linkerhand gaat erachteraan. Wandel weer naar de lange zijde van de mat. Reset je voeten, reset je benen. Handen richting heuvel of taille. Lift de borst. Lift de wervelkolom. Yeah. En maak je stappen een klein stukje klein. Doe weer exact hetzelfde. Vuisten van de handen. Squat in het midden. Buig je knieën. Breng je gewicht naar rechts. Linker hiel. Linker wil. Strek je armen. Squat in het midden. Rechter hiel. Squat in het midden. Linker hiel. Oeh. Hoog in adem, hè. Buig. Ik geef ook geen half werk. Altijd voorwerk. Hè? Buig. Links. Buig. Rechts. Nog vier. Drie. Twee. Laatste. Rechtsop. En land. Verplaats je gewicht naar rechts. Lift je linker hiel en rijd met je linkerhand voor je linkervoet. Als je een hulpstuk nodig hebt, altijd welkom. Als je je broekspijp vast kunt houden als je lange kleding aan hebt. Rechterhand gaat misschien iets naar voren en misschien leun je een klein stukje voorover. Jouw danshouding, jouw backbend staand. Hou je balans, hou je focus. Hartslag en adem zijn misschien nog hoog, gebruik die energie. Zo krachtig en trots, hè? Je kracht, mobiliteit. Twee. Eén, breng langzaam je linkervoet weer terug naar de vloer. Iets wijdere stap, lift je armen zijlangs op, adem in. Uiting handen weer richting de borst. Blijf hier of wandel je voeten breder. Buig weer vooral naar elephant als je daar beter voelt. Relax nog één keer. Nog één ronde. De fifth movement of joy. Reset, reset op.
If you're ready. Eén laatste ronde. Wandel weer met je handen terug naar de voorzijde van de mat. Extra vinyasa of niet? Halverwege helemaal laag. Backbend op. Down dog. Laatste keer naar de voorzijde van de mat. Stap wandel of spring. Adem uit buik. Op naar het plafond. Armen laag. Stretch op. Rasana. Utkatasana. Binnen de achterborst in lift. Down dog voorover. Strek de been. Plank. Vinyasa. Lift. Down dog. Rechterbeen. Adem in. Lift op. Buig je knie. Stap je rechtervoet. Borst misschien iets op. Adem in. De allerkleinste misschien. Doe je rechter zit in de zaak. Voor. En achter. You know the drill. Hoor. Voor. En achter. Linkerhand blijft hier. Rechterarm lift in twist. Met de variatie van de linkerknie op de vloer. Of je been iets lang uit. Dat je billen iets zakken. En je rechterbeen naar achter. Voor, op of over. Als je linkervoet op de vloer neemt, je kunt je rechterbeen liften. Extra uitdaging. Extra zwaar. Niet extra beter, hè. Waar je rechterbeen ook is. Waar je rechtervoet weer terug naar de voorzijde van de mat. Lunge. Rechterhand gaat erachteraan. Behandel in de lange zijde van de mat. Reset iets je voeten. Handen richting heup of taille. Lift de borst. Lift de rug op. En land weer terug op je beide benen. Weer een klein beetje een smallere stap. Alright. Dit keer gaan de armen iets mee zijwaarts. Zo lift de armen in een cirkel omhoog. Breng je gewicht naar links. En hef de rechterknie als de armen omhoog zijn. En dan gaan de armen weer terug omlaag. En dan land je weer de rechtervoet. En misschien maak je hier kort een bicep curl als je in squat komt. Dan cirkel de armen weer omhoog. Armen overhoog. De linkerknie komt op. Dan cirkel de armen weer terug omlaag. Korte bicep curl. Curl. Squat. Rechterknie komt op, cirkel de armen. Zo, kraanvogel, hè? Samurai. Iedereen kent de Karate Kid. Hè? Dan moet je zo op. Cirkel en lift de linkerknie. Awesome. Squat in het midden. En lift de armen, lift de rechterknie. Misschien wat vlokker, hè? Squat in het midden. Cirkel en lift links. Squat in het midden. Cirkel, lift rechts. Nice. Squat. Cirkel, lift. Nog twee. Lift, squat, lift links, nog één keer, squat, lift de rechterknie iets omhoog en misschien kun je met de rechterhand je rechtervoet hier of kuit bereiken. Linkerhand mag richting heup of taille, misschien blijf je hier met de knie naar de borst, een beetje hoger op. Als je wil, strek je langzaam je rechterbeen misschien niet voorwaarts in Uttanasana, Padmasana. Focus, als je gewoon het been kunt vasthouden of met de beide handen richting heup van je been voorwaarts zet. Meer quadriceps activiteiten. Maar meer of minder intens. Adem hier nog twee keer rustig in en uit. En heel langzaam land je rechtervoet weer terug naar de vloer. Cirkel de armen, zijwaarts omhoog, adem in. Duimen richting het hart, adem uit. Feel. En als je hier wil blijven, blijf je hier. Anders duik wat voor ogen naar elephant. Last one. Wandel weer terug naar de voorzijde van de mat. Vinyasa als je wil. Stap naar plank. Halverwege of helemaal omlaag. Laatste wind. Ene laatste vinyasa. Lift je backbend op. Down dog. Linkerbeen omhoog. Adem in. Linkervoet stapt, adem uit. Borst gaat iets omhoog, adem in. Uit de linker hamstring stretch. Voorkant rechts. Achterzijde links. En laatste keer voor. En achter, rechterhand blijft achter, linkerarm weer omhoog. Laatste plank als je wil, op de rechterknie of je rechterbeen. Lift links. Je linkervoet op land, hè, beide voeten, beide benen op de vloer. En waar je linkerbeen ook is, waar je linkervoet zit naar voren. Linkerhand. Landen we naar de lange zijde van de mat. Reset je voeten, hand richting heup of taille. Laatste keer lift zo omhoog, lift op. En wandel je voeten weer een klein beetje dichter naar elkaar toe, je balans kunt verdelen. Alright. Eenmaal hier, span de armen weer terug omlaag. Breng je gewicht naar je rechterbeen. Cirkel de armen en lift de linkerknie omhoog.
Dan met je kraanboog, goed idee. Land je linkervoet. Squat, maak een bicep curl als je wil. Cirkel de armen, lift de rechterknie. Land je rechtervoet. Squat, bicep curl. Cirkel de armen, lift links. Very nice. Squat, lift rechts. Squat, links. Squat, rechts. Nog vier. Nog drie. Nog twee. En laatste. Rechtop. Land je rechtervoet wat meer stabiel. Lift alleen de linkerknie. Als je met de hand reikt voor je knie, dijbeen of de knieholte. Als je de hand verder kunt verplaatsen naar de kuit, de enkel of de hiel. Of misschien zelfs de voet. En je voelt of je de borst weer rechtop kunt bewegen. Stil het hart. Focus. En als een optie voor je is, steek je het linkerbeen langzaam lang uit. Of je het vasthoudt. Of misschien iets laat slippen. Rechterhand mag richting heup of taille. Misschien dit is je met de rechterhand moet doen. Adem. Als je met z'n tweeën denkt, kun je elkaar ook helpen. Kan je goed vasthouden. Alright, en heel langzaam land je linkervoet weer terug aan de vloer. Lift je beide armen omhoog. Cirkel, adem in. En op de uitbreng je duimen weer richting het hart. En als je wil voor een moment blijf je sluit de ogen. Zet je benen, bijna buigen in de knie. Relax je schouders en voel en luister. En die allereerste gedachte, die sensatie en het idee dat je had in butterfly. Zittend op de vloer. Kalm en rustig. Hoe voel je je op dit moment? Als je kunt, langzaam, buig weer iets voorover. Ik beloof nog een van de juiste te doen. Wandel weer naar de voorzijde van de mat. Dan naar een flank. Halverwege of helemaal omlaag. Jouw buikbeen ligt op. Down dog. Wandel je voeten richting je handen of je handen richting je voeten. En breng jezelf naar een squat, je yoga squat. Als je de hielen iets in ondersteuning moet brengen, in yin kun je wat fijner. Nu ben ik denk ik warm genoeg redelijk je kan blijven. Je kunt steunen op de benen, je kunt steunen op de vloer. De borst kan rechtop of je rolt de wervel iets voorover. Voor jouw squat. En als je dat is op de hielen, omdat het lichaam niet helemaal mee wil werken, hou de hielen in lift en squat vanuit hier. Idee is wat tractie weer voor de wervel, met decompressie van heiligbeen en ziggevricht en onderrug. En het is relaxed. Gebruik gelijk die houding als een soort transitie naar meer stille houding. Langzaam bewegen als je shavasana. Adem. Een halve minuut. Probeer te vermijden een soort strijd tegen het lichaam. Hè? Dat je iets kunt opvangen als het echt nodig is, maar gevoeligheid is interessant. Hè? Pijn is no-go. Ja, in plaats van je handen iets achter je hielen, onder je billen, land je binnen in de richting van de vloer en rol jezelf af op de rug. Dus op de rugzijde ben, breng je beide knieën in de richting van de borst. Van je knie, scheenbeen of dijbeen of die plekken samen. En dan masseer de onderrug links. De heiligbeen, onderrug. Je wat heen en weer wiegt van rechts naar links. Of cirkels maken, maak je met de kop mee en tegen de kop in. De rug, je alle ruimte, voel het bekken. En misschien zijn je knieën wat wijder uit elkaar. En zo ten opzichte van elkaar een andere beweging zouden kunnen en mogen maken. Relax je schouders, nek en gezicht. En dan langzaam de knieën op de benen weer tot stilstand. Dan land je beide voeten weer terug op de vloer. Armen gaan wat meer langs het lichaam. Handpalmen wijzen omlaag. Adem heel licht niet zien. Op de uitwind til je weer op van de vloer. Dan heup op richting het plafond. Dus zet je armen. Blijf in adem. 3, 2, 1. En land rustig je billen weer terug richting het vloer. Ook hier chill volledig. Adem. 2 keer rustig in de uit. En
En doe exact hetzelfde. Adem je heel licht iets in op de uitwindtheorie, weer de heup, je weer op van de vloer. En dan met je hoger op wil komen, altijd welkom. Hè? Je schouderbladen dichter naar elkaar toe, je vingers in elkaar kunt vlechten. Blijf in adem. Drie. Twee. Okay. En langzaam kom weer terug omlaag. Breng dan nog een keer je knie in de richting van de borst. Moet je massage nodig hebben, die de rug iets ruimte geeft. En dan met de knie in de richting van de borst, je linkerhand naar je rechterknie verplaatst en de benen openbrengt naar links voor een twist. Als dat lukt, breng je de rechterhand iets naar schouderhoog, tot je schouders aan de vloer blijven. Misschien haal je de knieën wat meer omhoog. Of je laat de knieën een klein beetje verder weg van de borst komen. Die je redelijk ontspanning twist kunt blijven. Voel de rotatie van heup ten opzichte van schouders. Als het hoofd meedraait, kijk je naar rechts of naar links. Soms is het fijn, hè, om die linkerhand op de benen te houden, zodat je een klein beetje in positie kunt behouden. Iets meer intensere stretch of twist dan in yin. Wat is voldoende? Wat is nodig? Wat is te veel? En breng dan nog een keer de knieën terug over het midden, richting de borst. Breng de rechterhand in je linkerbeen. En begeleid je knieën over naar rechts. Voor je terug naar links. Linkerhand weer naar schouderhoogte. Dus je hoger of lager. Nog één keer rustig in en uit. En heel langzaam kom met de benen weer terug over het midden. In kort weer je rebound. In het midden land weer je voeten. Of strek de benen lang uit. Dan de observatie dat energie nooit stil is. Ondanks dat één deel van het lichaam misschien wat meer aandacht vraagt dan de ander. Energie is altijd in beweging. Van een geconcentreerd punt, het langzaam uitvloeit naar een groter gebied. Net als water. Je kunt het water alleen maar opsluiten door een dam te slaan. Door de dam weghalen, stroomt het water overal uit in kan gaan. En misschien verblijf je in de houding waar je bent op dit moment, als je iets voor aantrekken of extra ondersteuning kunt gebruiken. Dus in plaats van op de rug een andere houding ervaart die vandaag beter voelt. Breng jezelf langzaam naar je rusthouding. Geen haast. Neem je tijd, neem je ruimte. En breng jezelf langzaam naar jouw houding van rust en ontspanning. Relax. Als dat een zittende houding is, ook altijd welkom. Geen haast opnieuw als je iets aan wilt trekken. Misschien is er nog een stretch die je wilt doen, een extra beweging die je zou willen toevoegen. Allemaal een optie. En dan langzaam jezelf installeren naar die houding die je geeft rust en ruimte. Die houding van volledige overgave. Er is niets meer wat je hoeft te doen. Misschien observeer je het lichaam nog. Dat je moeite heeft met volledige ontspanning. Misschien dat je een reset moet vinden. Adem misschien voor jezelf een paar keer rustig in en uit op een diepe adem. En dan het lichaam rustig met rust laat. En observeer van al je inspanningen wat overblijft. Wat voel je, wat denk je? Zonder te zoeken naar een ervaring, laat de ervaring daar ontstaan. Misschien is het niet eens iets heel eenduidigs. Misschien kun je niet eens woorden gebruiken over wat je exact voelt, denkt of ervaart.
Er is alleen maar de ervaring. Niemand heeft exact dezelfde ervaring. Als we de ervaringen zouden delen, dan voelt, denkt en ervaart iedereen wat anders. Zo, wat is jouw persoonlijke ervaring helemaal aan het einde? Niemand rust vinden vanuit het hart. Rust in je gezicht. Relax. Relax. Waar beweegt je aandacht uit je hoofd?
bewust van je ademhaling. En welke gedachte, dat idee, dat emotie of welke sensatie ook komt, je bewust wordt van de aandacht. Langzaam de aandacht weer iets verder naar buiten brengt, ervaart of daar beweging opkomt, een stretch, een massage misschien goed voelt, geen enkele haast. Moet je ruimte nemen voor het lichaam om weer uit die rusthouding te ontwaken. Soms is in stilte gewoon observeren voldoende. Soms is een klein beetje beweging nodig. Zodra je moment daar is, breng jezelf heel rustig weer naar een zittende houding. Met de ogen nog te kort gesloten. Wervelkolom weer actief, rechtop is je schouders wegrollen bij je oren. Gezicht zacht blijft. Nog één keer de handen misschien wel samenbrengen.